Hallo en welkom op mijn kanaal. Bij het maken van een van mijn vorige filmpjes had ik er eigenlijk al wel een beetje aan gedacht van zou ik met een bikamer harden, ja of nee. Ik heb besloten om dat niet te doen. Waarom? Als je goed last, komt je slak er normaal gezien vanzelf af. Toch zeker als je met rutuul-elektroden last, gaat dat geen enkel probleem zijn. En voor de rest van de tijd gebruik ik eigenlijk de platte kant om gewoon langs de lasnaad te wrijven als het ware. Nu echt dat puntje om de lasslak eraf te slagen gebruik ik op zich niet zo heel veel. Maar ja, aangezien het iemand dat vroeg van, kun je dat niet herden? En omdat het dan toch betonijzer was, ben ik eigenlijk wel eens benieuwd of dat gaat. En dan hebben we dat maar geprobeerd. Ik heb in het begin enkel het tipje proberen op te warmen tot het niet meer magnetisch was. En dan hebben we dat een keer in de olie gesopt. Nu, voor deze geval gebruik ik gewoon vuil frituurolie, omdat dat iets is waar ik nog uit staan. In principe voor te harden kun je elke soort olie gebruiken. Het doel van harden met olie is om er gewoon voor te zorgen dat je metaal niet te snel afkoelt, want dan kan je metaal gaan barsten of dergelijke. Dus je ziet, magnetisme is terug aanwezig. Naar mijn gevoel is het op deze punt nog niet hard genoeg. Je kunt dat testen door middel van een vijl, want een vijl is heel hard. En ook door daarop te tikken, dan gaat het verschil in geluid horen. Nu, hier was hij niet bijzonder. En als ik er met de vijl over ging, had ik ook niet echt het gevoel dat het heel hard was. Dus heb ik dat gewoon allemaal nog een keer opnieuw gedaan, terug warm gestookt en in de olie gestopt. Deze keer heb ik mijn bikamer neergelegd en ben ik met een brander er rond gegaan zodat alles voldoende warm was. Als alles mooi gloeiend ziet, dan kun je gaan kijken met een magneet van wanneer valt het magnetisme weg, want dat is eigenlijk het punt wanneer je kunt beginnen harden. Dat heeft allemaal heel moeilijke namen, ik weet het allemaal niet meer van buiten. Dat is het belangrijkste. Je stookt je ijzer warm totdat het niet meer magnetisch is en dan kun je het laten afkoelen in olie. Dus hier zie je het mooi, het blijft niet meer plakken van de magneet, dus dan hebben we onze temperatuur bereikt. Hetgeen wat mij hier eigenlijk zorgen baart, is dat het puntje zie echt al naar het rood-oranje toe en al de rest is eigenlijk nog niet in die mate warm genoeg. En dat bleek ook effectief het probleem te zijn. Want het is eigenlijk echt enkel en alleen de eerste centimeter, het puntje, dat iets of hoe gehard is. Dat heb je hier juist kunnen horen. Hier hoort het ook nog eens. Hoort duidelijk een verschil in klank. En dat is effectief waar je kunt zeggen van dit stukje is hard, al dan niet. Dus eigenlijk ja, is deze projectje eigenlijk mislukt. Ik wou die twee kanten harden. Maar dat gaat niet. De platte kant, die krijg ik niet warm genoeg gestookt. Toch niet met dat klein brandertje dat ik hier heb. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je dit kunt herden. En ik zal daar later nog even op terugkomen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.